Dit is mooi. Dat was eigenlijk helemaal niet de bedoeling. Hele goede morgen. Welkom weer in deze nieuwe vlog. Waar zijn we? Bellegraas familievloggers. En wat is er gisteren gebeurd, Lucilla? Wij hebben de bruid gewonnen. We hebben de Zeppenwoord. Ja, papa heeft hem hier al. Goedemorgen. We hebben gisteren de Zeppenwoord voor beste Instagrammer gewonnen. Kijk, hier zit Luxie ook. Wij zijn er ondertussen bezig met onze croissantjes te maken. Het is weer zondagochtend, dus we hebben lekker uitgeslapen. We zijn allemaal in onze thuisbakken. Ja, behalve papa. Oh, wil je even kijken, Luxie? Hé, hey, kom even kijken. Die hebben wij gisteren gewonnen, hè? Hé. Hey. Papa. Ja, en Luxie ook. En mama, en Lucilla, en Luan. Wij allemaal. En Luxie? Ja, voor onze Instagram-accounts. Heb je een plekje voor? Kom eens. Oeh, we moeten even een plekje zoeken. Je hou vast, Lux. Hou hem vast. Waar gaan we die neerzetten, Luxie? Kijk, Luan is met Woezel. Goedemorgen, Luan. Ben jij lekker aan het chillen op de bank met Woezel? En kijk eens, waar gaan we die neerzetten? Hier kan hij precies daar staan. Daar staat hij mooi. Dit is de beste Instagrammer, beste YouTube-bloggers. De publieksprijs. Ja, leuk. Staat heel erg mooi zo. Superleuk. Ja. Even kijken, nu Zeppensport. Ja. Hey, heb je lekker geslapen, kerel? Heerlijk, hè? Nou, we gaan lekker croissantjes eten en lekker chillen vandaag. Nee, Woezel doet dan een beetje gek, hè? Ja, nu is hij wat doet hij gek? Wat doet hij allemaal voor gekke dingen? Hij gaat het met zijn benen wijd liggen, hè? Nee. Ja, gaat hij zo. Ja, Luxie is gek op balloon, hè? Ja, bal. We zijn op tv-kinderen. Kijk eens. Oh, wat grappig. Oh, wat leuk. Ik heb hem niet gezien. Mama. Ja, mama. Genomineerd in de categorie favoriete YouTuber zijn... Congratulations. De Bellegraas. Even kijken, laat je nu horen voor Stuk TV. Dan moest je optreden, ja. Genomineerd in de categorie favoriete Instagrammer zijn. Wij zijn de Bellegraas familievloggers. Ik ga het bekendmaken, want daar staan ze alle drie. Genomineerden. Nou, de winnaar favoriete Instagrammer is geworden. Van mijn reactie. Mama! Wat zie je? Dat is goed, hè? Ja. Kijk eens. En aan wie moet ik hem dan geven? Aan jou of aan jou? Aan jou. Ja. Ja. Jij bent ouder? Ja. Ja, en hoe oud ben jij nu? 5 jaar. Dan is hij voor jou. Geef hem eens applaus. De Bellegra! Dankjewel iedereen voor het stemmen. Mag ik wat zeggen? Dankjewel iedereen voor het stemmen, jongens.
lief. Nou, dat was wel een feestje, hè? Ja. Heel mooi plekje heeft hij gekregen, hè? Wij hebben net de Zapp Live-uitzending nog even teruggekeken, waar we deze superleuke awards hebben gewonnen. Kijk, hier staat dat ook op. De favoriete Instagrammer staat erop. Super dankjewel iedereen nogmaals voor het stemmen. Gisteren hadden we natuurlijk de uitreiking voor jullie in de vlog. Is natuurlijk alweer even een tijdje geleden. Maar we zijn echt heel erg blij met deze heel erg mooie award. En die krijgt natuurlijk een mooi plekje bij ons onder de televisie. Hè? Op een mooie plekje dat we het goed kunnen zien. Luxie is inmiddels in slaap gevallen beneden op de bank. Vandaar dat ik even met de kinderen naar boven ben gegaan. Sammy, zodat ze even lekker kan doorslapen. Hi, Sammy. Ga maar even aan Sammy laten zien. Want hij is ook natuurlijk voor Sammy, hè? Kijk eens, Sammy. Jij hoort ook bij de Bellinga's, hè? Kijk eens, Sammy. Hey, Sammy. Mooi. Die is mooi. Pepsi-Cola. Pepsi-Cola, dat is wel grappig. Ik weet niet of voor degene die nog misschien een jeugdsentiment hebben, maar vroeger deed ik altijd met mijn zusje Pepsi-Cola. Dat is zo'n handklapspelletje. En ik heb dat laatst aan Lucilla geleerd. En Lucilla kan het ook wonder boven wonder, kan ze dat best wel goed zo met de handen. Dus we dachten, misschien is het wel leuk om eventjes het handklapje Pepsi-Cola te spelen. En een beetje aan Luan te leren, want Luan wilde hem ook leren. Zullen we eens eventjes kijken hoe hij doet? Misschien kunnen jullie hem ook wel meeleren voor de kids die kijken. Ik weet niet of jullie hem kennen, maar we gaan het jullie uitleggen. Het is een heel grappig spelletje. Je moet zeg maar zo klappen. En op het einde krijg je een opdracht als je lacht. En je krijgt twee opdrachten als je beweegt. Wie het eerst lacht en wie het eerst beweegt. Dat is een beetje het idee van het spelletje. En Lucilla is er heel goed in trouwens. Je mag ook niet met je ogen knipperen. Nee. En je mag ook niet lachen. Ja, zullen we hem gaan uitleggen? Gewoon alles mag niet. Nee, ook niet praten. En mag wel ademen. Ja. Dat wel. Wat moet je doen? Nee, je hoeft niet je adem in te houden. Nou, weer niet. Pepsi. Cola. Pepsi Cola. Wie de lacht, krijgt een opdracht. Wie de beweegt, krijgt er twee. De tijd gaat nu in. Ja. Nou, bewoog jij. Dan moet ik even een opdracht voor jou bedenken. Ga op je hoofd staan. Op je hoofd staan. Oh, hier. Ja. Oh, Sil, wat goed. Ik zie je helemaal niet meer. Daar is Lucilla. Goed, man. Op je hoofd staan. Nou, ik vond wel dat het een heel erg goede truc was, Sil. Dat doe ik je niet na. Pepsi. Cola. Pepsi Cola. Wie de lacht. Wie de beweegt, krijgt er twee. De tijd gaat nu in. Ja, Priscilla. Help mama. Nee, mama moest lachen. Ja. Oké. Eigenlijk moest je net twee opdrachten trouwens, dat je bewogen, maar dat maakt niet uit. Je mag er nou eentje voor mama bedenken. Wat moet mama doen? Moet ik ook op mijn hoofd staan? Ja. Oh. Nee, oké, nou, dan gaan we allemaal op mijn hoofd staan. Ik weet niet of ik het kan zoals jij het net deed. Jij deed je daar tegenaan, hè? Tegen de muur. Moet ik het nog een keer doen? Nee, ik ga het wel proberen. Oké. Maar niet tegen het box, hè? Nee. Oh, jongens. Oh. Wow. Oh. Ja? Ja. Is het waar? Ja. 4, 3, 2, 1, 0. Wow. Oh, dan doe je het alsof. Dit is vooruit. Kan niet. Ja, achteruit.
achteruit is dit. Dit is achteruit. Oh. Zag je dat? Ja. Achteruit. Nee, ik ben het kan wel. Ja, ja goed zo, Sil. Nee, ik kan wel. Nou, nu achteruit. Hoe doen we dat? Dus zo. Ja? Ja, 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 ja. Bijna, 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 bijna. Ah, nog een keer. Nog een keer. In de borst. 1, 2. Goed? 1, 2, Pepsi. Cola. Pepsi Cola. Wie er lacht, krijgt een opdracht. Wie er beweegt, krijgt er 2. De tijd gaat nu in. Daar krijg je tranen van, hè, schatje, zolang je ogen open houden. Nou, 2 rondjes hinkelen. Dus hinkelen. Zo? Nee, zo. Oh, zo. Daar, 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 daar. Terug, 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 terug. Ja. En 1 rondje en nog de laatste. Okay. Laatste. Van hier, hè, van ons hier. Oh, hij wil het ook even laten zien. Goed hoor. Ik ben op de andere play. Ja. Zo. Supergoed. Gaan wij weer? Gaat mama weer winnen van jou? Mama nee, winnen van jou? Nee, ik ga winnen. Mama gaat winnen. Nee, mama gaat winnen. Nee, moet je helemaal mama gaat winnen. Maar niet meer op je hoofd staan. Niet meer op je hoofd. Dan. Wat is de opdracht? En niet meer hinkelen. Zullen we nu alvast de opdracht bedenken? Pepsi. Cola. Pepsi Cola. Wie er lacht. Krijgt een opdracht. Je beweegt, krijgt er 2. De tijd gaat nu in. Ja. Je bent zo grappig. Nee, niet te stoppen. Niet te stoppen dans, maar... Wat is de opdracht? Hebben jullie al iets gekokstoofd? Wat gaan we doen? Stilstaan. Ja. Oké. Okay. Of misschien. Nou, dat is voor mama niet zo moeilijk. Ja, dan tot 50. 50 seconden stilstaan. Ja. Okay. Dat is ook niet zo moeilijk. Het is alleen wel hele saaie content. Nee, zo. Zo bedoel ik. Op één been. Ah, oké. Okay. Nou, mama moet 50 seconden zo staan. Op één been? Ja. Okay. Net je armen zo, hè? Oké. Okay. In 50 seconden. 3, 2, 1. Wat doet Lua? Oh. Ja, kijk eens. We hebben ook een hele mooie echte cowboyhoed binnengekregen. Deze toevallig van Daniel. Die gaat Daniel opdoen in de videoclip. Lucilla zit trouwens lekker te kleuren, te tekenen hier in het boekje. En Luan en ik, jongen, wat gaan wij doen? We gaan even dansje oefenen. We gaan het dansje oefenen voor zijn cowboyliedje. Want ja, volgend weekend gaan wij de videoclip opnemen. Dat is superleuk. Ja. En daarvoor hebben we dus een dansje ingestudeerd. Tenminste, dat zijn we nog aan het doen met de danseressen. Kijk, hier hangen de outfits trouwens voor de danseressen. Die hebben alle drie dezelfde jurkjes. Dat is superleuk hoor. Kijk, deze jurkjes zijn het uiteindelijk geworden. Met die hoed op. Kabbehoed. En met zo'n sjaaltje om. Heel erg leuk. En dan met een soort ding eronder. Nou ja, gewoon superleuk. Dat gaan die meiden aandoen. En we hebben dus een dansje met hun ook. En daarvoor moeten we nog wel een klein beetje oefenen. Dus Luan en ik gaan even een beetje dansje oefenen. En Lucilla gaat lekker even tekenen, hè, liefie? Yeah.
Luan laat Sammy altijd heel graag over zijn kleren heen lopen. Dat vindt Sammy heel lekker, hè? En ook in zakjes zitten. Heb je nou een zakje aan trouwens? Vindt Sammy het heel leuk om in zakjes te zitten? Oh ja. Oh, je hebt zo'n lekkere grote zak. Ja. Hij heeft trouwens een Bellinga hoodie aan. Ja. Sammy, je kan de andere kant op lopen. Kom die kant. Kijk, zo. Zo. Ja, gaat hij erheen? Ja. Nee, hier kan je niet door. Je moet de andere kant op, Sammy. Sammy, lekker chillen in de zakken, Sammy. Dit is Sammy nu. Het is heel lekker zacht, is hij. Maar je ziet dat Sammy best wel wit aan het worden is. Dan komt dat onder op zijn buikje. Was hij heel erg wit toen hij heel klein was. En boven was hij grijs. Maar omdat hij groeit, zeg maar, in de breedte, gewoon in de algemeenheid, gaat het wit wat onder zijn buikje is, komt aan de zijkant te zitten. Waardoor hij dus heel erg wit lijkt nu. En het grijze wat minder wordt. En het meer wit, een witte Sammy wordt, hè? Oh, Sammy. Oh, Sammy. Hey, wat heb jij nou weer meegenomen? Eierkoek. Een eierkoek? Is het tijd voor een eierkoek? Ja. Oeh, lekker. Kijk eens wie daar wakker is. Ons pluisje Luxie is weer wakker. Hey. Kijk, ze heeft heel erg lekker geslapen op de bank. Met Woezel bij zich. Kijk, hier sliep ze net. Moet je geen liggen of zo? Nou. Ja, Woezel die ligt altijd helemaal met zijn benen wijd. Woezel, wil jij hierbij gaan liggen? Kijk, en dan gaat hij helemaal zo liggen. Zo, oh, wat is hij zo rollenballenballen? Gaat hij zo gek rollenballenballen? Gekke hond. Het is een gekke hond. Ja, we gaan de award laten zien aan opa en oma. Hé, hey, vind je dat leuk? Gaan we lekker spelen bij opa en oma? Met de treinen spelen bij opa en oma? Oma, ja, wat kan je? Gezondheid. Kijk hier. 1, 2. Wow, dat was een mooie jump. Het is een beetje een zondag hangdag, zoals jullie merken. Even lekker uitrusten van gisteren natuurlijk. Het was gisteren vrij laat dat we thuis waren. De kinderen waren trouwens in de auto in slaap gevallen. Dus die zijn daarna dus lekker door een bed gelegd. En zijn ze verder uitgeslapen. En vanochtend hebben we gewoon lekker chill aangedaan. Een beetje gespeeld op de kamer. Luxie heeft lekker geslapen. Hier nog even op de bank een beetje bijgeslapen. Even alle prikkeltjes verwerken, even wat we allemaal hebben meegemaakt. Schoenen aan en dan gaan we de auto in. Dan gaan we op naar opa en... Naar voet. Een voet. Hey, Lexine. Hey, wat we zitten bij opa en oma. En onze award laten zien. Hey. Opa. Zo, hoe vind je? Nou, en hoe ga ik doe je maar aan de De Zup Award mag daar staan in zitten. En kijk eens, opa en oma die hebben zich niet verveeld. Die hebben een heel trein erop gebouwd. Vliegtuig, Luxie, zie je dat? Ja. Wow, die is cool. Dat is echt een heel treinendorp hier gebouwd in de kamer. Hè? Ja, en de opa daar met Luan en Lucilla. Echt superveel. Moet je kijken, de hele kamer helemaal volgebouwd. Mooi, Luxie. Opa en oma, Bellinga, wat is
Ja, inderdaad. Dit kan ook alleen maar weer bij opa en oma zoiets, hè? Ja. Ja, wat kom je doen? Zijn die voor mama? Dank. Daar gaat ze. Moet het treintje rijden. Kijk, daar gaat hij, Lux. Door het deurtje. Kijk, hem nu schattig. Oh, het verdeelt hij op. Ja. Ja. Kijk, Lux zie liggen. Dit is mooi. Oh, daar gaat het treintje heen. Waar gaat het treintje naar naartoe? Hé, hey, ze bovenop jou gaan liggen. Uh-oh. Ga het treintje pakken. Ga het treintje pakken. Dat was geen rails. Pak hem maar. Treintje van de rails gereden. Goed zo. Kijk dan. Nou, papa gaat lekkere patatjes maken, oké? Nu al Silla, Luxie, mama, hebben jullie zin in de patatjes met een frikandelletje? Okidoo. Ja. Het was eigenlijk helemaal niet de bedoeling dit. Nee. We dachten lekker spinazie bij oma en opa te eten. Maar die zijn op dieet waardoor ze geen aardappelen in huis hebben. En Daniel zei, oh nou, dan bak ik wel wat uit de vriezer. En er lag nog friet in de vriezer. Frikandelletjes. Nog een frikandelletje erbij. Dus een frikandelletje en een patatje. Toch? Omdat het weekend is. En omdat we gisteren een award hebben gewonnen. Ja. Ja. Oh. Oh. Zo, bedankt daar in de baan. Vond je weer een leuke vlog? Doe even dan. Dankjewel. Vergeet niet te abonneren en klik op het belletje. En we zien jullie morgen weer in een nieuwe vlog. Kutje erbij. Voeg je hart, boem boem mee. Wees lekker met ons mee. Je hartslag geeft de tempo aan. Als je danst, boem boem mee.